We zitten eind 60er jaren. Radio wordt toen duk het enige medium in huis. Elders probeerden er kinderen ouderwets op te voeden, maar de nieuwe tijd zou eraan te komen. Als medium worden radio geaccepteerd, maar voor andere technieken wordt men wat schouwachtig. En het wordt ook duur. De jeugd wou meer, ze wou televisie en videoclips. Maar de radio zal blijven, op elk moment van de dag en wogen ook ziet. De twee gezinnen waar dit verhaal vergeet, die weten dat ook. En die zingen. Ook scherm verlicht, ik heb